Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Er staat ons prachtig zomerweer te wachten. Tenminste als u van hoge temperaturen houdt, want het krieg gaat echt fors omhoog en eindigt in het weekeinde op een tropisch niveau van 30 graden of net iets meer. Zon doet de goede zaken. Vandaag was dat ook het geval. Met een zon die in het noordwesten van het land het meest zagen schijnen. Landinwaarts ontstonden wat stapelwolken. Op de meeste plaatsen is het wel droog gebleven. Nou, die stapelwolken gaan vanavond verdwijnen. Dan wordt het helder. En de temperatuur ligt lang net boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het in de nacht natuurlijk wel wat verder af. 13 graden in het noordoosten van het land. Graad of 15 in het zuiden en langs de westkust. In de loop van de nacht komt er al wat meer bewolking van het westen uit opzetten. En die ...die trekken morgenochtend over. Later op de dag van het zuidwesten uit opnieuw de zon erbij. En dan wordt het zon op veel plaatsen. Er zou nog een enkele mui kunnen vallen langs de oostgrens. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. Temperatuur in het noordwesten van het land zo'n 24 graden. In het zuiden komen we al boven de zomerse grens uit en wordt het 27 graden. De wind zoekt uiteindelijk de noordoosthoek op en is matig kracht 3. Dan naar de vrijdag, dan wordt het nog warmer. Lokaal zitten we al aan de 30 graden. En zaterdag komt het kwik op veel plaatsen boven die tropische grens uit. Zaterdag zou er in het westen laat op de dag een enkele onweersbui kunnen vallen. Verder is het nog droog. Het lijkt erop dat de onweerskansen zondag wat toenemen. Dan is er ook wat meer bewolking en doet de temperatuur een stapje terug. Maar naar alle waarschijnlijkheid blijft het gewoon zomers. Ook de dagen daarna. Want het is weliswaar misschien geen 30 graden, maar makkelijk wordt het 25 graden of iets meer. Het zomerweer houdt aan. En vanaf maandag is de kans op buien ook nog eens een stuk minder groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.